Lasse Schöne, 1-1 spelen. Jullie hadden een tikje uit kunnen delen aan de directe concurrenten Feyenoord en Vitesse. Kunnen jullie leven met een 1-1? Nou, we kunnen wel leven, maar het is wel heel zonde. Ik had ook liever 3 gehad vandaag. En, zoals je zei, als je vrijdag zag dat het 1-1 speelt, dat is wel lekker. Dat we 4 punten na een Vitesse gehad, dus in plaats van 2. Dus, maar goed, het zou niet zo zijn. Maar goed, donderdag weer een wedstrijd, dus we kunnen het weer rechtzetten. Wat kunnen jullie jezelf kwalijk nemen na dit gelijkspel? Nou, dat onze kansen niet afmaakt. Ik denk dat wij... We hebben niet heel veel keer, maar die kansen die we hebben gekeerd, moet je gewoon maken. Je weet, het is altijd lastig, Utrecht uit en het publiek staat erachter. En als je die kansen krijgt, dan moet je ze ook maken. En op misschien nog op laatste, gaan we forceren, moet je nog oppassen dat het niet achterin. Maar ze stond goed achterin. En ze gaven ook op laatste weinig weg. Dus, maar ja, het is gewoon heel zonde. Want zoals je in het begin zei, als je concurrenten gelijk spelen, dan ga je jezelf een mooi weekend kunnen bezorgen. De eerste helft is er eigenlijk geen vuiltje aan de lucht. Jullie komen op een prachtige goal van Daley Blind, komen op 1-0 voorsprong. En dan valt uit de lucht in één keer de 1-1. Zag jij wat er gebeurde? Ja, ik heb hem wel... Nee, maar dat klopt. 1-0 en je denkt, nou goed, als zo doorgaan, dan volgens mij is het gewoon een uittrap van de keeper. En hij stuitte volgens mij 1 keer en ligt in het netje. Nou, hij neemt hem dan wel even mee, maar... Ja, inderdaad, het komt uit de niks. Er was ook een bal naar voren, bekijk het maar. En daar hebben ze ook nog geluk mee. Volgens mij was het nog een overtreding ook. Maar goed, het is heel jammer. Dan hoop je dat je de tweede helft iets kan doen zoals we zo vaak deden in de tweede helft. Maar het was net niet. Ik kan me één grote kans van Victor Fischer herinneren. En jouw bal op de paal. Maar voor de rest heb je niet heel veel gecreëerd tweede helft. Nee, dat zei ik ook. Die kansen die krijg je dan maken. En we hadden wat voorzetten die ook beter moet zijn. We hadden natuurlijk veel balbezit, maar inderdaad, we zeggen heel veel hebben we niet gecreëerd. En daarom moet je die kansen die je krijgt, moet je goed mee omgaan. Als je het de cijfer moet geven deze wedstrijd, wat voor cijfer geef je dan? Ik ben nooit zo van de cijfers, maar hij komt niet bovenaan in ieder geval. Maar het troostje, hè? Al 3 jaar lang verliezen jullie je punten en al 3 jaar lang worden jullie landskampioen, dus het hoort er een beetje bij. Is dat zo? Nou, daar hou ik de sluiting me bij, dat vind ik mooi. Goede afsluiting.